Edgar Cayce, bekend als de slapende profeet, deed talrijke voorspellingen gedurende zijn leven, die verschillende toekomstige gebeurtenissen besloegen. Een van zijn intrigerende voorspellingen betrof de laatste paus. Hij voorspelde ook dat na de laatste paus de tweede komst van Jezus Christus zou plaatsvinden. Laten we samen praten over het leven van Edgar Cayce, zijn voorspellingen die zijn uitgekomen en die nog moeten uitkomen. Laten we ontdekken wat Edgar Cayce heeft onthuld over paus Franciscus dat iedereen heeft geschokt. Voorspellingen van de laatste paus en de tweede komst. Dus wat heeft Edgar Cayce zojuist onthuld over paus Franciscus dat iedereen heeft geschokt? Binnen de gangen van de profetie en voorspellingen gingen de inzichten van Edgar Cayce vaak hand in hand met die van Saint Malachy, vooral wat betreft het lot en de rol van paus Franciscus. Vele van Edgars volgers en wetenschappers van profetie hebben lang gediscussieerd over de implicaties van zijn voorspellingen, die nu een opmerkelijke overeenkomst suggereren met de visie van Saint Malachy op de laatste paus. Volgens Saint Malachy wordt de 112e paus, die velen geloven paus Franciscus te zijn, genoemd Petrus de Romein. Naar verluidt zal zijn pausdom eindigen met cataclysmische gebeurtenissen die leiden tot de vernietiging van Rome, zoals voorspeld. Deze profetie heeft resonantie gevonden bij velen die Edgar Cayce leer volgen, omdat Edgar zelf sprak over enorme verschuivingen en beproevingen tijdens de eindtijden, die hij verbond met de tweede komst van Jezus Christus. Edgar stond bekend om zijn diepe spirituele inzichten en voorspellingen over toekomstige gebeurtenissen. Hij suggereerde onder andere dat het bewind van de laatste paus nauw verbonden zou zijn met de tweede komst. Edgars voorspellingen benadrukken een tijd van diepe spirituele ontwaking en transformatie, die zou culmineren in wat velen interpreteren als de terugkeer van Christus. Sommige volgers van Edgar zijn dieper ingegaan op de profetie met betrekking tot paus Franciscus, waarbij ze beweren dat hij op 30 juli 2024 zal sterven, een gebeurtenis die toneel zou kunnen zetten voor de tweede komst van Christus. Het pausdom van paus Franciscus is inderdaad gekenmerkt door aanzienlijke uitdagingen en hervormingen, variërend van het aanpakken van diepgewortelde corruptie binnen de kerk tot het bevorderen van een inclusievere en compassievere leer. Zijn focus op armoede, milieukwesties en sociale rechtvaardigheid weerspiegelt het soort omwenteling en heroriëntatie waarvan Edgar geloofde dat het het begin zou markeren van een nieuw tijdperk. Deze overeenstemming met Edgars visie op een transformatieve leider in tijden van grote mondiale en spirituele verandering versterkt verder het geloof dat de rol van Franciscus cruciaal is in de aanloop naar de voorspelde gebeurtenissen. Bovendien omvatten Edgars verwachtingen voor deze tijd niet alleen moeilijkheden en eindes, maar ook een wedergeboorte van spiritueel bewustzijn. Dit sluit aan bij de essentie van wat velen geloven dat de tweede komst vertegenwoordigt. Een diepgaand ontwaken en vernieuwing van geloof over de hele wereld. In deze context kunnen de progressieve acties en bescheiden houding van paus Franciscus worden gezien als fundamenteel voor het voorbereiden van de wereldwijde gemeenschap op de tijd die door Edgar Cayce is voorspeld. De voorspellingen van Saint Malachy zijn historisch serieus genomen door velen binnen de katholieke gemeenschap en daarbuiten. Zijn laatste voorspelling, die details bevat over beproevingen die leiden tot het ultieme oordeel, vult Edgars visie aan van een cruciale verschuiving in menselijk bewustzijn die samengaat met significante aardse en spirituele gebeurtenissen. Van het oude Atlantis tot moderne politieke verschuivingen. Nu vraag je misschien af waarom je Edgars voorspellingen over de tweede komst van Christus en de laatste paus zou geloven. Wat nu als ik je vertel dat veel van Edgars voorspellingen al zijn uitgekomen? Een van de meest intrigerende voorspellingen die Edgar deed had betrekking op de ontdekking van de Bimini Road in 1968. Tientallen jaren eerder, in 1938, voorspelde Edgar Cayce dat overblijfselen van de verloren beschaving van Atlantis in de buurt van Bimini zouden worden gevonden. Hij gaf aan dat een deel van de tempels mogelijk nog steeds verborgen lag onder lagen van oud slijm en zeewater in dat gebied en suggereerde dat deze ontdekkingen verwacht konden worden in 1968 of 1969. Toen de Bimini Road eind jaren 60 werd blootgelegd, was dat precies zoals Edgar had voorspeld, wat velen deed speculeren over de mogelijke realiteit van Atlantis en de connectie met de mysterieuze onderwaterformatie. Edgar beschreef Atlantis als een geavanceerde beschaving die qua omvang Europa evenaarde, uitgerust met technologieën ver voorbij wat men kon verwachten voor zo'n oude tijd. Hij beschreef hoe de Atlantiërs gigantische laserachtige kristallen gebruikten voor energie, wat uiteindelijk leidde tot hun ondergang door misbruik en moreel verval. Een echo van zijn vaak herhaalde waarschuwingen over de gevaren van technologische vooruitgang zonder spirituele en ethische groei. De verhalen rond de presidenten van de Verenigde Staten benadrukken ook Edgars voorspellende gaven. In 1939 voorzag hij de vroegtijdige dood van twee Amerikaanse presidenten. De eerste, president Franklin D. Roosevelt, stierf in functie in april 1945. Een gebeurtenis die binnen tijdsbestek plaatsvond dat Edgar had aangegeven. De tweede, president John F. Kennedy, werd in november 1963 vermoord, wat op angstaanjagende wijze Edgars waarschuwing vervulde over een president die zijn ambt niet zou overleven. Buiten de grenzen van de VS reikte Edgars visioenen tot het mondiale politieke toneel.
Hij voorspelde de val van de Sovjet-Unie en de neergang van het communisme, waarbij hij suggereerde dat Rusland hoop zou brengen voor de wereld. Hij verduidelijkte dat deze hoop niet zou voortkomen uit communisme of bolsjewisme, maar uit een nieuw gevonden gevoel van vrijheid. Deze voorspelling kwam uit in 1991, toen de Sovjet-Unie uiteenviel en een nieuw tijdperk van politieke en economische vrijheid begon in Rusland. Edgar voorspelde ook de beurscrash van 1929 en de daaropvolgende grote depressie. Hij waarschuwde zijn cliënten in 1924 en adviseerde hen hoe ze zich moesten voorbereiden op de financiële turbulentie die voor hen lag. Degenen die zijn advies niet opvolgden, leden aanzienlijke financiële verliezen toen de markt instortte, precies zoals hij had voorzien. Zijn voorspellingen raakten zelfs militaire en politieke omwentelingen in verschillende landen. In maart 1935 voorspelde Edgar dat tenzij er een verhoogd spiritueel bewustzijn was onder de naties, de wereld revoluties zou zien. Inderdaad, een jaar later brak de Spaanse burgeroorlog uit, viel Japan China binnen, viel Italië Ethiopië binnen en voerde Stalin de grote zuiveringen uit in Rusland. Meer voorspellingen van Edgar. Als we alle voorspellingen van Edgar zouden opsommen, zouden we daar de hele dag mee bezig zijn. Hier zijn nog een paar van de meest beroemde voorspellingen die zijn reputatie hebben gevestigd als een van de meest inzichtelijke en nauwkeurige helderzienden van de 20e eeuw. Een van de meest opvallende voorspellingen van Edgar was die met betrekking tot de opkomst en ondergang van Adolf Hitler. In januari 1934, ruim voor de piek van Hitler, voorzag Edgar dat Hitler aan de macht zou komen in Duitsland. Een voorspelling doordrenkt van waarschuwingen over de dreigende schaduw van imperialisme. In augustus 1935 voorspelde hij verder dat Hitler aan de macht zou blijven totdat een omverwerping of een externe oorlog zijn bewind zou beëindigen. Deze voorspelling kwam precies uit toen de Tweede Wereldoorlog eindigde met Hitlers ondergang in 1945. Naast politieke voorspellingen raakten Edgars voorspellingen ook significante culturele en historische verschuivingen. In 1932 sprak hij over de terugkeer van de Joden naar Israël, waarbij hij hen aanspoorde het antisemitisme in Europa te zien als een teken om de Bijbelse profetie van hun terugkeer te vervullen. Inderdaad, de staat Israël werd opgericht in mei 1948, gevolgd door onmiddellijke conflicten met naburige Arabische landen, precies zoals Edgar had voorzien. Edgars vooruitziende blik reikte tot de ideologische verschuivingen tijdens het tijdperk van de Koude Oorlog. Hij voorspelde een uiteindelijke alliantie tussen de Verenigde Staten en Rusland, waarbij hij verklaarde dat ware religieuze evolutie uit Rusland zou voortkomen, niet gebaseerd op communisme, maar op gemeenschappelijke principes die lijken op die welke Christus onderwees. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 begon Rusland ingrijpende veranderingen te ervaren in politieke, economische en mondiale relaties, die steeds meer in lijn waren met het Westen. En daarmee bevestigde Edgars visie op een transformerend Rusland. Een andere opmerkelijke voorspelling van Edgar betrof geofysische veranderingen op aarde. Hij beschreef een verschuiving van de polen als gevolg van de beweging van de aardkorst onafhankelijk van de kern, die volgens hem zou beginnen tussen 1958 en 1998. Deze voorspelling kreeg steun naarmate geofysici zich meer gingen richten op verschijnselen van poolverschuivingen. Volgens het Goddard Space Flight Center van NASA veroorzaakten significante veranderingen in het zwaartekrachtveld van de aarde rond 1998 daadwerkelijk dat de magnetische polen dichter bij elkaar kwamen, wat Edgars voorspellingen van klimaatomkeringen en transformaties in wereldklimaten valideerde. Misschien wel de meest persoonlijke en sombere van zijn voorspellingen was die over zijn eigen dood. Edgar, die door zijn helderziende lezingen was gewaarschuwd om zijn inspanningen te beperken, voorzag dat het negeren van deze waarschuwingen zou leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Trouw aan zijn voorspelling, nadat hij doorging met het geven van lezingen, vaker dan geadviseerd, voorspelde Edgar dat hij binnen 4 dagen begraven zou worden. Hij overleed op 3 januari 1945 aan een beroerte en werd kort daarna begraven in zijn geboorteplaats Hopkinsville, Kentucky. Wat denk je, zal Paus Franciscus echt de laatste paus zijn? Laat het ons weten in de reacties en abonneer je op ons kanaal voor meer.